Sinds 1 januari dit jaar geldt er een telefoonverbod op middelbare scholen. Scholieren mogen hun mobiele telefoon niet meer in de les bij zich houden of soms zelfs helemaal niet gebruiken binnen school. Dit alles om de aandacht in de les te bevorderen. De Radboud Universiteit voerde onlangs een onderzoek uit naar de effecten van deze maatregel. Vorige week werden de eerste resultaten gepubliceerd. Volgens het onderzoek zien de meeste leerlingen ook echt voordelen aan het beleid, zoals minder afleiding en meer echt contact. De Radboud Universiteit zag met het onderzoek dat er in het begin bij leerlingen vooral weerstand was over het telefoonverbod, al zijn er nu ook voordelen uitgekomen. Ouders en leerkrachten zijn eigenlijk het meest positief over het beleid. De leerkrachten zelfs zo positief dat ze eigenlijk vrijwel allemaal met het beleid eens zijn. Maar ouders is er wel een kleine groep die graag zou zien dat er een minder streng mobiel beleid is. Bijvoorbeeld dat je wel in de pauze nog een telefoon kan gebruiken. En leerlingen zijn het meest negatief in die zin. Het is niet bekend of er een hele grote verandering heeft plaatsgevonden tijdens het onderzoek met betrekking tot positiever of negatiever worden van de leerlingen. Sommige leerlingen die hadden wel verwacht, bijvoorbeeld het beleid zou misschien kunnen zorgen voor minder afleiding. Niet alle leerlingen hebben dat ook daadwerkelijk zo ervaren. Dus sommigen dachten van, oh, fijn, zijn we misschien minder gefocust in de les. En sommigen zeiden, ja, het zou er wel voor zorgen dat ik minder afgeleid zou moeten zijn. Maar ik merk het nog niet zo echt. Misschien komt het wel omdat ze nog steeds laptops kunnen gebruiken in de les. Of dat er toch leerlingen zijn die nog stiekem proberen om een telefoon mee te nemen. Of er zijn leerlingen die misschien nog gewoon heel goed opletten tijdens de les en daardoor weinig effecten ervaren. Maar dat weten we niet op basis van dit onderzoek. De Radboud Universiteit laat weten van tevoren al gedacht te hebben dat het veel nadelen op zou leveren. Leerlingen laten weten het lastig te vinden dat hun ouders niet te bereiken zijn tijdens schooltijd. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet even snel een afspraak maken met de ortho of afspreken hoe laat ze opgehaald worden door hun ouders. Ook zijn er leerlingen die meer steun kunnen gebruiken en soms hun ouders tussendoor appen, wat door het telefoonverbod nu wegvalt. Ik weet niet zo goed wat daar precies de afspraken zijn die erover gemaakt zijn. Ik weet wel bijvoorbeeld dat ze leerlingen met autisme wel wat extra begeleiding geboden hebben. Bijvoorbeeld om te kijken als zij een ontprikkelmomentje hadden door middel van een telefoon. Ook om te kijken, zijn er misschien andere manieren waarop je kan ontprikkelen. Scholen in de regio waren niet bereid om een reactie te geven met betrekking tot het telefoonverbod.